Hopla, ja. Ja. Ja, kijk, dus je moet hem dus laten stuiteren op het veld. Maar je mag hem voleren, alleen dan moet je wel goed voleren. Tennisvereniging Prinsenjacht heeft de eerste padelbanen van Eindhoven geopend. Nou, het is een combinatie van tennis en squashje. Squashje heeft muren aan de zijkant, het padel heeft dat ook. Maar je zit aan twee kanten van het net, dat is dan weer typisch tennis. We hebben ook de telling van tennis, links en rechts serveren van tennis. Dus ja, het is van allebei een beetje, maar het is een unieke sport. Een unieke sport die perfect past bij een stad als Eindhoven, aldus de voorzitter. Eindhoven is natuurlijk een hele grote sportstad natuurlijk. Hier kun je echt alle sporten doen, noem ze maar op. En je kunt het hier bijna. En dit is dus wederom een nieuwe sport op de lijst van wat je kan je allemaal doen in Eindhoven. Het plezier zit hem volgens de club vooral in de combinatie van de verschillende spelelementen. En ook de regels van de sport zijn een stuk soepeler. Ja, het is dus, met padel krijg je een tweede kans in een rally eigenlijk. Hè? De bal lijkt gepasseerd, maar je moet je omdraaien. Kijk hierop, ik draai me om en ik kan gewoon weer terugslaan. Ik dacht dat het een stuk moeilijker was om gelijk daarmee te beginnen, zomaar. Maar ik pakte het op zich wel snel op, dacht ik. Dus het ging makkelijker dan ik dacht. De sport is overkomen waaien uit Spanje, waar het een van de populairste sporten is. Ja, er gaan volgens mij nogal wat Nederlanders in Spanje op vakantie. Dus die zien dat. En er zijn een paar pioniers geweest natuurlijk in Nederland die padelbanen hebben aangelegd. En ja, daar kun je het dan zien. Hey, dit vinden de mensen leuk, daar komt enthousiasme, hè? Er komen mensen op af. Padel is ook een manier om de tennisverenigingen een boost te geven. Door de sport aan te bieden, hoopt de vereniging meer mensen enthousiast te maken. Verenigingen in het algemeen, maar ook zeker de tennisverenigingen, hebben heel vaak te maken gehad met leden teruglopen. Prinsenjacht is ook. En wij zijn dus niet de eerste, zeker niet, maar de eerste wel in Eindhoven, die in ieder geval hopen met padel nieuw enthousiasme aan te boren. Ik vond het leuk om, om een keer iets anders te doen hier. Dan kom je normaal om te tennissen natuurlijk. En dit is een keer iets anders op de club. Het valt me mee. Ik dacht veel vermoeiender was, maar ik heb vroeger gesquashed. En daar lijkt het een beetje op, maar dit is gewoon superleuk. Ik denk dat iedereen die beach tennis kan spelen, kan ook padellen.